Hallo, ik ben Zaakje en ik ga je laten zien hoe je hele mooie groenteroostaartjes kunt maken. Ik gebruik Koopmans hartige taartdeeg. Ik heb verschillende groenten zoals courgettes en winterwortel. Ik gebruik parmezaanse kaas, een half eitje, wat roomkaas, verse tijm en knoflook. De plakjes deeg liggen al uit de vriezer, dus die kunnen mooi ontdooien. En ik heb hier de roomkaas losgeroerd met het halve eitje, wat verse tijm. En dan gaat gast de kaas erheen. Parmezaanse kaas gebruik ik. En dat kun je op smaak brengen met wat zout en peper. Gebruik niet te veel zout, want je hebt natuurlijk al je parmezaanse kaas in, dus dat is al zout. Nu kun je de groenten gaan snijden. Ik gebruik daarvoor een mandoline. En het is leuk om verschillende soorten groenten, want dan krijg je een mooi kleurverschil. Bijvoorbeeld een paarse wortel of een gele en je hebt hele mooie kleuren courgettes. Ik gebruik nu gewoon een winterwortel en twee soorten courgettes. Kijk, met zo'n mandoline krijg je dus hele mooie dunne plakjes. Als je die nou niet hebt, dan kun je ook gewoon een kaasschaaf gebruiken. Maar doe met deze wel voorzichtig, want hij is vlijmscherp. Ik heb mijn bakblik alvast ingevet. Het is een cupcake bakblik en dan zitten de papiertjes heb ik ervoor geknipt. Die kun je zo makkelijk je taartje straks eruit tillen. Dan pak ik een plakje hartige taardeeg. Ik heb een hele grote uitstekering, zo groot mogelijk. Ik laat het gewoon op het papiertje zitten. Pel ik hem los. Kijk, en dan doe je het voorzichtig erin. Het hoeft niet super netjes. Want juist leuk als je straks ziet dat het deeg zo mooi zo gerimpeld is. Dan krijg je echt een mooie roos. Ik prik je allemaal gaatjes in de bodem. En dan mag de roomkaas erin. Gewoon één eetlepeltje per kuipje. En nu komt het leukste gedeelte. De groentetjes erin doen. Kijk, ik heb ze mooi dun gesneden. Dus dan kun je ze heel goed rondvormen dat er echt een mooie roos ontstaat. Ja, wat handig is, of wat het mooiste beeld geeft, dat je een beetje afwisselt met de kleuren. En als je dan bijvoorbeeld die mooie paarse wortel hebt, nou, dat geeft echt een super mooi effect. Nou, misschien nog een beetje van deze lichte courgette erin. Nog een plakje. En uiteindelijk eindig je met een stukje, wat ik eigenlijk wat kleiner oprol. Kijk, die zet ik in het midden. Ik olie de groenteroostaartjes nog even in. Ook de groenten, zodat ze niet uitdrogen. En de korst, zo wordt die mooi bruin. Bak de groenteroostaartjes een half uurtje op 200 graden. Wil je ze zelf gaan maken? Kijk dan voor het hele recept en nog meer baktips op koopmans.com. En heel veel plezier met bakken!